Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag de twee na laatste pot, een thuiswedstrijd van de A1 van DVS 33, jongens onder de 19. Stefan, de trainer daarvan, de succesvolle trainer mag ik wel zeggen. En ja, deze wedstrijd heeft toch wel enig belang tegen LAK Frisia? Ja, zeker. Het is de wedstrijd voor fundamenten leggen natuurlijk voor het kampioenschap als het ware, voor volgende week. Dan kunnen we het afmaken, dus er staat wel wat voor op het spel, ja. Nou heb je natuurlijk al een uitwedstrijd tegen LAK Frisia gespeeld. Hoe was die? Was een taaie wedstrijd. Ik moet zeggen, het is wel een goed voetballende ploeg. Die ook wel gewoon wild voetballen, een beetje hetzelfde als wat wij willen. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat hun dat ook heel erg hebben. Dat kan ik heel erg waarderen vanuit het idee van als trainer zijn dat ze dat willen doen. Want je ziet ook wel veel bij ons in de competitie dat ze gaan inzakken. Dus wel behouden spelen. Maar hun, ik moet zeggen, hun willen wel graag voetballen. Dus dat is leuk. Ja, en is dat ook gunstig tegen een ook voetballende ploeg? Ja, dat is wel gunstig. In ieder geval voor ons komt dat wel beter uit. Dat gaat echt om de voetballerkwaliteit van de jongens. Hoe goed voeren we dingen uit. En dat komen wij ook wel vooral in onze kracht, denk ik. Dus ja, dat is wel voor ons wel gunstig. Ja, precies. En wat ook gunstig is, dat is dat jullie onderdeel uitmaken van een opleiding bij DVS. Die zomaar voor de tweede keer voor de Rinus Michels Award in aanmerking komt. Dat is toch wel heel mooi, hè? Ja, zeker weten. Ik denk ook dat dat is een groot compliment naar de vereniging toe natuurlijk. De rode leidraad van de vereniging, van de jeugdopleiding. Zie je bij alle selectieteams eigenlijk wel terug. En dat is super mooi om te zien. En dan wordt wederom weer beloond met die uitreiking. Ja, ja precies. In welke opstelling ga je spelen, Stefan? Waarschijnlijk met een man of 11. Ja, gelukkig wel met 11 man kunnen opstellen. Dus dat scheelt een heleboel. Nou, ik ga beginnen met Melvin op goal. Van rechts naar links Joël, Rick, Thierry en Marvin. Verdediger middenveld Maarten, NS en Erren aanvallend. Van rechts naar links voorop begin ik met Jonathan, Sander en Robert. En op de bank heb ik Karim en Rohan. Hartstikke mooi. Noem de staf nog eens even op. Gerard, assistent, mijn kampioen natuurlijk. Richard en Wouter zijn mijn leiders. Wouter tevens grensrechter. En de jager vandaag Kenneth. Dus we hebben een mooi cadeautje kunnen we geven aan Kenneth. Dus dat is de verzorger. Hopen dat we een mooie stap zetten op weg naar het kampioenschap, Stefan. Ja, zeker weten. Daar gaan we voor. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. Scheidsrechter Mulder heeft het beginsignaal gegeven voor de wedstrijd. Jongens onder de 19, DVS 33 tegen LAK Frisia. En DVS TV is erbij. Waarom? Omdat ze dat belangrijk vinden. Omdat, zoals in de voorbeschouwing gezegd is, ook door Stefan de Geijter. Omdat DVS voor die Rinus Michels Award eventueel in aanmerking komt. En dat is natuurlijk gigantisch goede prestatie. De jeugd, jongens onder de 19, mag vandaag gaan bewijzen waarom DVS voor die prijs in aanmerking komt. Ja, het kampioenschap zit er langzaam maar zeker aan te komen. Het zal best wel druk zijn bij de jongens. Maar voorlopig balbezit voor DVS. LAK Frisia in zijn geheel terug op eigen helft. Deze wedstrijd is niet in livestream natuurlijk, maar in de loop van de week te zien als samenvatting. En de cameraman Mike van Hunestein, daar ben ik heel blij om dat hij erbij is. En dat hij deze wedstrijd perfect kan filmen. Daar natuurlijk even wennen aan die namen. Maar dat komt vanzelf al. Thierry van den Berg. Haneberg. Jonathan. Marina. Die volgend jaar hopelijk minuten maakt in het eerste van NSC. Toch mooi dat hij dat al bereikt heeft. Gadari, prima paas. Geeft hem mee. Kan die bal voorkomen? Kan die bal voorkomen? Is dit dan het moment? Ja, dit is het moment. Jonathan, Marina, die daar de 1-0 aantekent.
geweldig. Het was heel goed doorgegaan door Robert van Beek. Die prachtig gelanceerd werd door Gadari. Hele mooie aanval. En een prachtig doelpunt. Zijn namen kom je tegenwoordig tegen. Niet alleen in de jeugd, ook bij de senioren. Yavuz, Gadari, Videira, Ngimbi. Heel mooi. Mooi meegegeven, Gadari. Fantastisch, maar de bal over de lijn gelopen, over de achterlijn. Niet tussen de twee palen. Maar Jonathan Martina zat er weer bij. Geven weinig ruimte weg. Doen ze goed. De EVS moet er maar onderuit zien te voetballen. Of onderuit erdoor zien te voetballen. Maarten van Dijk goed gestoord daar. Daardoor balbezit Ayus. En daar komt hij. Mooi schot. In de 16e minuut. Lakfrisia. Van der Meulen op inzet. Van der Meer moet ik zeggen. Sander van der Meer. En nu weer Gadari. Kopt hem even rustig terug op zijn aanvoerder. Thierry van den Berg. Gadari met een prachtige paas. Jonathan Martina. En komt daar de 0-2. Nee, de 2-0 moet ik zeggen. Had gekund. In de keeper Logen. Ngimbi. Gepaast. Goede beweging. Anas. Gadari. Kan helemaal doorgaan. En schiet die bal werkelijk geweldig. Laag in de benedenhoek. Prachtige actie. Heel frustrerend voor Mick van der Kolk. Die Gadari achtervolgde, maar hem niet kon bijhouden. Hij kon doorgaan. Zag de ruimte. En buiten het strafschopgebied. Prachtig schot. 2-0. In het voordeel van jongens onder de 19. DVS 33. Joel Videira. Thierry van den Berg. Marvin Hanenberg. En Ngambi. Rick. Oeh, dat is een beetje nonchalant van Yavuz. Ja, daardoor kan de spits toch weg. En hij schiet hem er gewoon in. Mampuya. Prima doelpunt, Mampuya. Beide ploegen stoppen er toch wat meer energie in. Tempo ligt iets hoger. Maarten van Dijk daar. Enorm druk zettend. Prima actie daar. Eefde. Heel mooi. Helemaal vrij de nummer 12. Dekt hem even door. Van der Kolk. Ngimbi. Kijkt. En paast op Martina. Martina, die daar echt als een spits naar die bal toe gaat. En nu, misschien kan. Oh, nee, ja. Oh, nee, toch niet. Ik dacht even, hij schiet zelf. Geeft hem voor. Weer die bal er niet in. Dat bedoel ik met doortastend. Hanenberg. Arzini, mooie beweging. Jammer. En een overtreding van Arzini. Terecht, vrije trap. Door de wissels. Hanenberg. Pul. Hanenberg. Thierry van den Berg. Die zich aanvallend wat meer mee gaat bemoeien. Prachtig schot. Op de lat. Knijter. Schitterend schot. Dat mag hij van mij meer doen. Gadari, kan die het redden? Nee. De lengte van de tegenstander was een probleem. Arzini, prachtige actie. Schitterende actie. Ja, maar ook daar weer net iets te laat. Hij had misschien nog iets langer door kunnen lopen. Maar hij herstelt zich. Wederom balbezit. Zet de bal voor. Hanenberg.
Schot. Je voelt langzaam maar zeker dat de 3-1 eraan. Vrijtrap DVS. Arzini. Ook nu weer Videira mee. Bij de tweede paal. Daar. Kopt. Kopt door. Krijgt Martina daar de bal? Nee! Joh, de keeper. Die toch langzaam maar zeker een heldenrol begint te spelen. En 2 seconden. Ruis. Kuiken. Helink. Bijna de invaller. Max. Een poging wagen. Heerlijke afstand natuurlijk. Ruimte genoeg. Er komt er toch nog een speler bij. Ja, zou ik ook hebben gedaan. Thierry. We gaan dit doen. Ja, ja. Ik had het al genoteerd, notabene. Staat op papier. Thierry, vrije trap. En hij schiet hem binnen. Uiteindelijk nu toch 3-1. Een stand die ook wat meer past bij deze wedstrijd. Volkomen verdiend voor DVS 33. Thierry van den Berg. Met zijn linkervoet. Heel makkelijk de bal laag in de hoek plaatsen. Allereerst Thierry, zowel Stefan van de jongens onder de 19-1 van harte gefeliciteerd met deze belangrijke overwinning. Thierry. Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke blij dat we toch hebben gewonnen nog uiteindelijk. Het was nog even spannend met de 2-1 nog even wachten dat we nog geen tegengoal zouden krijgen. Maar gelukkig mocht ik de winnende even iets meer rusten. Dus hartstikke blij dat we hebben gewonnen. Precies, het was niet de winnende natuurlijk, maar het gaf wel lekker rust. Hè? Praat als de microfoon. We gaan binnenkort een cursus organiseren. Goed, Thierry. Okay. Maar ook lekker gespeeld van achteruit. Heerlijk. Dat is een rol die is op je lijf geschreven, Thierry. Ja, het is iets meer rust achterin. Dus het is een beetje, je ziet het hele veld. Dus je kan eigenlijk heel goed aancoachen. En je hebt gewoon het hele overzicht van het hele veld. Dus het is wel makkelijk om daar een beetje te coachen. Vooral als aanvoerder. Ja. Precies, en hoewel ik soms ook wel het idee heb dat je toch nog meer ruimte had om ze nu dan mee op te komen, à la Frank de Boer vroeger. Ja, klopt. Ja, ik heb wel vaak dat ik dan denk van, het mag wel iets meer aanvallend, dus dan wil ik zelf heel graag meedoen. Maar dan denk ik van, achterin, ik ben toch wel de laatste man, dus als ik dan weg ga, moet er wel iemand komen. Dan ben ik soms wel een beetje bang dat ik, als ik wegga, dat er dan iemand achterin voor mij staat. En nu even de trainer. Allereerst van harte gefeliciteerd, Stefan. Ja, dankjewel Piet. Ik had het idee in de eerste helft, na een minuutje of 20, dit kon wel eens gewoon 5-1 worden. Had jij dat idee ook, Stefan? Ja, ik had wel het idee dat, dat we gewoon de overhand hadden. We zaten goed in de wedstrijd, we hielden goed geduld. Eerste fase deden goed op het balbezit spelen. Daarna konden we misschien wel wat sneller vooruit voetballen, waardoor we dus druk bij de tegenstander nog hoger weglegden. Maar uiteindelijk vond ik wel dat we goed in de wedstrijd zaten. En als we iets zorgvuldiger waren met de laatste paas of met de laatste dribbel, dan hadden we al de eerste helft al sneller afstand kunnen nemen. En dat verzuimde. En dan hou je natuurlijk lang in de wedstrijd. Inderdaad, precies. Je kent het eigenlijk goed. Ik zei het ook een paar keer van het is net niet doortastend genoeg voorin om de tegenstander definitief te pakken te nemen. Ja, klopt, inderdaad. Ik vond dat we voor ons voorwaarts iets snel ook naar binnen gingen. Waardoor we vooral door de as moesten gaan voetballen. Of dat gebeurde heel veel en dan werd heel erg druk. Ik denk als we dat iets beter uitspeelden en beter de ruimte benutten van de ene kant naar de andere kant gingen voetballen. Dan hadden we eerst de helft al goed afstand kunnen nemen, denk ik. En dat verzuimde en dan hou je een lang in de wedstrijd, wat ik net ook al zei. En dat is wel weer een leer voor de volgende wedstrijd waar we uit kunnen gaan halen. En waar wat verbeterd moet gaan worden. Ja, inderdaad. Want daar moet je natuurlijk altijd naar streven, Thierry. Hè? En nu ik je toch voor de microfoon heb en voor DVS TV wil ik je feliciteren met het contract wat je bij de A-selectie. Dat is natuurlijk fantastisch, samen met Gadari. En dat was ook wel overduidelijk te zien. Jullie zijn wel twee bepalende spelers. Ja. Nee, ik ben hartstikke blij met dat ik die kans heb gekregen dat ik er bij het eerste volgend jaar aan mag sluiten. Het is toch weer een mooie stap voor persoonlijk, helemaal ontwikkeling. Dus ik ben hartstikke blij mee.
Maar vind je jezelf nou een centrale verdediger, ook in verband met je wat beperkte lengte? Of komt er nog een paar centimeter bij? Er komt geen centimeter bij, denk ik. Ik denk dat ik wel uitgegroeid ben. Maar als je mij trainer, waar de trainer mij volgend jaar nodig heeft, daar sta ik gewoon. En als het nou achter de man is, dus degene die eventueel niet aangaat, meer voetbal achterin, als ik daar nodig ben, dan ga ik daar staan. Als ik linksback nodig ben, ga ik lekker daar staan. Ja, want ik zie je nog spelen tegen jong FC Utrecht op de linksbackpositie. En toen was je ook nog even bepalend. Ja, klopt. Ja, en ik had wel geluk dat er niet zo'n hele grote man bij mij stond. Dus dat was wel mooi compenseren. Dus. Hartstikke mooi. Nou, volgende week afmaken met het kampioenschap, hè? Ja, ik hoop dat we dat gaan doen. Moeten we doen, inderdaad. En ik hoop het ook. En DVS TV hoopt het ook. Top. Hartstikke bedankt. Heel veel succes. Jij ook veel succes, Stefan. Ja, dankjewel, Piet. Top.